Hallo dringende natie. Jullie zijn verrast. Feyenoord Rotterdam heeft zojuist nieuws bevestigd dat iedereen verrast heeft. De bom is eruit. Maak je klaar, fans, voor een update die de harten van iedereen die van deze club houdt zal beroeren. In een onverwachte en gedurfde stap is er achter de schermen veel gaande dat het niveau van onze selectie belooft te verhogen. Blijf kijken want we gaan alle details onthullen van dit bombastische nieuws dat het seizoen op zijn grondvesten zal doen schudden en de harten van de meest gepassioneerde fans met hoop zal vervullen. Voordat we verder gaan, is het de moeite waard om ervoor te zorgen dat je al geabonneerd bent op ons kanaal, zodat je op de hoogte kunt blijven van alles wat er gebeurt bij Feyenoord. Vandaag hebben we drie nieuwtjes uit eerste hand voor je. Zullen we een kijkje nemen? Eerste nieuws. Drenthe is door en door Feyenoord. Het moet in je DNA zitten. Royste Drenthe. Een echte zoon van Feyenoord deelde zijn emoties en dankbaarheid voor de club die zijn carrière heeft gevormd. In een interview met de Oranje Kantine van Voetbalprimeur gaf Trente aan hoeveel Feyenoord voor hem betekent. "Mijn DNA heeft alles met Feyenoord te maken. Ik heb mijn hele carrière aan de club te danken", zei hij. Spannend toch om een oudspeler met zoveel affectie voor ons Feyenoord te zien. Tweede nieuws: Zerouki ziet meer perspectief bij Feyenoord na vertrek Wiever. "Het is aan mij om deze kans te grijpen." Het eerste seizoen van Ramis Seruki bij Feyenoord kende zijn ups en downs. Ondanks zijn sterke optreden tegen Atletico Madrid is hij nog steeds op zoek naar consistentie. Met het recente vertrek van Mats Wiever naar de Premier League ziet Seruki een grote kans om te schitteren. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Dordrecht toonde Seruki zijn potentieel met een assist voor het derde doelpunt van Bart Nieuwkoop. Hij is vastbesloten om deze kans te grijpen en zich te vestigen als steunpilaar van het team. Coach Brian Priske heeft een nieuwe 3-4-3-formatie geïntroduceerd en Zerouki paast zich goed aan. Hitch commentaar op het enthousiasme en de energie van Priske. Wedding go Teken is voor het command-seizoen. Laten we hopen dat Zerouki deze kans grijpt en nog meer schittert in het feyenoord shirt. Derde nieuws. Feyenoord hoort sterspeler praten over zomerse exit. Calvin Stengs, onze aanvallende middenvelder, wordt in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Lazio. Na de vriendschappelijke wedstrijd tegen Dordrecht bevestigde Stengs de geruchten, hoewel er nog niets concreet is. De Italiaanse pers suggereert dat Lazio 12 miljoen euro biedt voor de speler, met een contract tot 2029 al in bespreking. Stengs, die vorig jaar voor 6 miljoen euro werd overgekomen van Feyenoord, kende een indrukwekkend seizoen met 43 optredens, 8 goals en 18 assists. Door zijn prestaties steeg zijn marktwaarde naar 18,1 miljoen euro. Stengs mogelijke transfer zou een grote verandering kunnen zijn voor zowel hem als de club. Laten we opletten voor verdere updates. Vergeet niet om één like achter te laten. Dus, fans, wat vinden jullie van dit nieuws? Laat je commentaar en mening achter. Blijf kijken voor meer updates en laten we blijven juichen voor ons Feyenoord.